Lekker Pjotte. Lekker weertje hoor. We zitten in. Ja, gaat goed door. Peter? Ja, we zitten nog vissen fruiten. Jezus, wat een weer. Alles stak. Is er weer erbij. Hé, hey, daar is die. Hey, hey. Boven op de kool. Ja. Fijn er, jongen. Jij boven. Passt einfach auf! Wir sind stolz auf euch! Jetzt schon! Alles, alles Gute! Wie mir viel Spaß im Rollen! Bijna bij de eerste vloggingsborst, na 6 kilometer, een keer 7,5 meter. Jongens, hoe gaat het? Ja, ik wil even zien die branden. Net een hele technische afdaling gehad. Nu wordt het al ietsje beter. Ja, het gaat hartstikke mooi. Ja. Nou, we hebben de eerste klim gehad. Oh, dit is een wollige afdaling. Als een sab over stenen. En dan zie je van die vrouwen die dribbelen zo mooi eroverheen. En dan komen wij erachteraan. Oh ja. Maar ja, wij komen uit Nederland, hè. Ja, we hebben de Kardinger Bult. We hebben de Kardinger Bult. 32 meter. Oh nee, 28. Oh. Maar. Maar we zijn wel hier. Ze zeggen ook altijd, hoe kunnen jullie daar trainen? Ja, het terecht. Dat kunnen we ook niet. Nou, dat is knap. Dat kan je niet goed. Wacht, we gaan dit samen doen. We gaan samen de sneeuw over. Kom maar. Hoepsa. Hoep. Ja hoor, dat is de eerste. Het is vastgelegd. Oeps, het is best glad. Oep. De handen blijven veel bij. Oep. We moeten nog lang een ervaring hebben. Drie op een rij. Drie op een rij? Ja. Drie Nederlands. Drie Nederlands. Bingo. Jong. En we rennen gewoon nog wat, hè? Zo soepel.
Ik hoop dat we die soepele vrouw voor kunnen laten gaan. Ja. Want dat was echt zo vernederend om te zien. Ja, dat waren Oostenrijkers, hè? Ja, maar toch. Zo. Lopen in een soort plan. Ja, het is een soort. Even kijken hoor. Het is wel een soort plan hoor. Kijk. Ja. Gaan we een meter of 600 klimmen, toch? Ja, we hebben nog zo'n 600-700 voor de boeg. Voor ze boven zijn. Dan zijn we boven. En dan, dan gaan we weer naar beneden. Klein, dan gaan we een klein stukje dalen. Ja. Zo gaat het maar door. He, dat doen we voor de lol. Ja. Ja. Is het leuk? Is het leuk? De training van de Karin Kult, hè? Ja. Even... We hebben net een paar koeien gezien die heel direct zo staan toe te kijken. Onderuit gezakt. Zo, nog 200 meter hoogte. Dan zijn we daar bij het topje, denk ik. Zo, de kloren hutten komen aan op iets van 2670 meter. Oké. Ja, ja. Kletterstijk. Nou jongens, moet je kijken. Even een heel stijl stukje. Harry die heeft er helemaal geen oog voor. Die doet zijn ogen dicht, maar dat lukt hem niet. Dus daar zit hij een beetje moeite mee. Maar hij gaat dan wel zijn hoogtevrees overwinnen.
Het is wel een mooi punt hier. Nou, ik heb er helemaal geen oog voor. En Her heeft net bedacht dat hij misschien dit nooit meer gaat doen. Maar dat is misschien. Misschien. Hè, misschien. Je weet maar nooit. Kijk, ik heb wat Anton aan. Nou. Anton die voelt zich helemaal in zijn element. Anton is sowieso onze held. Want mijn stok is gebroken. En Anton had een tweede bij zich. Derde. Een reservestok. Ja, dat zie je. Kost een kopje euro. Niet voor de stenen. Ah, kijk eens. Fantastisch. Daar moeten wij heen daar. Is dat de klok naar huis? Ja, we gaan over deze, hè? Ja? Oké, daar. Oké. The white one. Ja, yeah, oké. Okay. Very nice. Oh, sorry, sorry. Lekker afdaling. Meters. Bijna bij het dopje waar we overheen gaan. Dus, daar zie je in de verte een sneeuwveld. En daar gaan we heen. Thank you.
Zo. We hebben bijna 2700 hoogtemeters. Een super steil deel. Nou, we komen er wel. Stap voor stap. Precies. Vooraan zie je Her nog wel lopen. Simon loopt hier vlak achter. Nou, het gaat allemaal super goed bij ons allemaal. Daar moeten we heen, naar dat sneeuwveld. Hier gaan we naar beneden. Zo te zien is het niet zo makkelijk als ik die hardlopen daar zie. Maar we gaan kijken. Anders gaan we te pillen. Dus iedereen is een beetje spannend hoe hij dit moet doen. Kijk, daar staan we allemaal. Dus dat is het eerste. Nou, we gaan. Oh man, koude reet. Dat is niet te doen, man. Gaat die makkelijk een oversteken? Hé? Oversteken? Gaat die makkelijk een oversteken? Dat is niet te doen, joh. Is niet makkelijk en overstenen. Nou, weet ik niet. Of geprobeerd. De billen. Dat ging nog snelste, maar ook wel heel koud. Maar we zijn er nog niet. Dit is heel bijzonder. Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt, zo'n afdaling. Helaas, het is niet op film, of misschien door Herre van Deel. Ik heb jullie allebei vallen op. Wat jongen, jongen. Dit was wel heftig. Eigenlijk onverantwoord, denk ik. Nou, we hebben het dan weer overleefd. We staan op beide benen. Dat was een ervaring. Nou. Hey Simon. Zo jongens. De truf gaat er redelijk uit. Nou, zoals je ziet is het gaan regenen. Het is inmiddels wel droog, maar het heeft als een gek geregend. Nou ja, dit is ook weer eentje. En het moest echt een hele heftige oversteken. Dus nou. Dat
kan harder. Woehoe! Hey, toppers! Woe! Super! Minutes and 36 seconds. Oh.